Kijkers, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timo de Remus. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Oh, dat moet ik later zeggen. Ik was alweer vergeten. Kan zijn dat ik zelfs even ook nog een telefoontje krijg. Van iemand. Maar dat maakt niet uit. Dat blijft wat privé. Voilà. Dan weten jullie dat ik ook kan zijn dat ik dan in de Q&A even een knip moet doen. En dan verder doen. Oké, we gaan dus naar de Discord vragen. De Discord vragen van Encrypted. Zie je zelf niet dat CycloTV dood is en er 0,0 community overblijft? Er is nog altijd een community Encrypted, maar klein beetje minder dan vroeger. Ik weet het, maar ik probeer toch elke dag toch nog weer al leuke content neer te leggen. Oké, dan Exo. Als jij niet zo lui zou zijn, kan jij slechte vragen uit de vlog editen. Maar jij steekt geen moeite in je video's. Editen doet jij niet, omdat je een luie tamzak bent. Uw kanaal is dood door uw eigen fout. Ik kan je één ding zeggen. De vlog die gisteren is gekomen, zoals die wandeling en dat van Joe. Ik heb daar wel 2 uren zitten in te knippen, plakken, noem maar op. Echt waar. En dat is niet gezeverd. Dan Kipknots. Welke smurf past het beste bij jou? Bijvoorbeeld Brilsmurf. Van de smurfen, wacht hè. Smurfennamen. Dus even kijken. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Wat voor smurf dat er bij mij... Want je hebt LOL smurf dan. Voilà, LOL smurf. Maar ook wel de laatste tijd ook een klein beetje dat het zit aan te... Allee, er tegen zit te komen. Is eigenlijk Luilak smurf. De luiste smurf dat niks anders dan slapen. Daar heb ik ook wel een paar keer een probleem mee gehad. Dus even kijken of wel, wacht hè. Nee, grote smurf ben ik al sowieso al niet. Klingelsmurf ben ik ook wel soms hoor. De stuntel, de smurf worden soms een beetje boos op hem. Maar hij bedoelt het allemaal goed. Hij is de enige vriend van Brilsmurf en heeft een grote collectie stenen. Geen grote collectie stenen. Wel een grote collectie video's. Op mijn YouTube kanaal. Oké. Ben je ooit zonder onderbroek naar school gegaan? Oh. Kan wel eens zijn. Maar ik weet dat niet meer. Kan wel zijn. Kan wel zijn dat ik eens was met een onderbroekje naar school ben gegaan. Welke fictieve figuur doet je denken aan jezelf. Bijvoorbeeld Sneeuwwitje. Iedereen, ja, ik wil dus echt niet meer gaan liggen. Dus ja, vroeger loog ik dus echt heel veel. Pinocchio, voilà. Als je met een fictief personage mocht trouwen, met wie zou je dit dan zijn? Want... Ik ga sowieso zeggen, ik ken het niet. Dus, maar ja, ik ga jullie even moeten laten, want OCM belt. Zo, hier ben ik dan terug. Waar waren we gebleven? Kan je je neus aanraken met je tong? Nee. Ik heb het geprobeerd. Ik kan het niet. Ik kan dat niet. Ik kan dat totaal niet. Wat is je guilty pleasure? En een guilty pleasure, wat houdt dat in? Beschamend pleziertje. Mijn guilty pleasure zal ik nooit gaan uitleggen. Nee, Postpoeper, voilà.
Wat is het eerste dat je zou doen als je voor één dag het andere geslacht zou zijn? Gewoon verder leven. Gewoon verder leven. Welk dier zou je willen zijn? Want als ik sterf, wil ik dan terug herboren worden in een lieve heersbeestje. Ik vind dat schattige diertjes, wel in het rode kleur met zwarte stipjes. Want ja, het zijn lieve dieren, voilà. Als je je haar een gekke kleur moet wijven, welke zou dat zijn? Knons, als je mij redelijk lang al vol hebt, mijn haar is al eens ooit eens een keer verkleurd. En als ik de 10.000 abonnees aantikt, jawel mensen, jullie horen het goed. Hier zit het nog altijd in, hè? En het is nog altijd geen leugen, hè? De 10.000 abonnees, als ik die aanraak, dan. Moet ik even op mijn schermpje van achter drukken. Dan ja, wordt deze haar weer al een bepaalde kleur gekleurd. En ik dacht, paars. Of dat het was. Ik weet het niet. Ik moet nog eens terug eens opzoeken. Of een van mijn goede volgers, die weten het misschien nog. Laat het hieronder in de comments weten. Wat is je grootste blunder? Mijn grootste blunder is ooit geweest Mega Upload. Dat is een website waar je dan ook je eigen bestanden en al ook de legale bestanden kon op uploaden. Leuk en al, heel leuk, dit, dat. Fuck, mijn schijf is vol. Ja, bedoel van die website. Ik dan een overleg geweest dan met mijn ouders. Mag ik alsjeblieft een levenslange account aankopen? Kostte in die tijd iets boven de €250. Paf, gestort. 3 dagen later. Baas bij AFCC, nee. Dat het FBI daar is binnengevallen. Bij Kim.com. En nou, mijn bestanden waren weg. Ik heb nog steeds te mailen. Maar tot heden niks. Voilà. Ik heb nooit mijn bestanden nog terug kunnen zien. En daar ben ik, ja. En dan zeggen ze, zet alles maar online op zo'n cloud server. Heb ik gedaan. En ik was mijn al mijn bestanden kwijt. Yay! Voilà, dat was mijn grootste blunder aller tijden. Als je je haar in een gekke kleur moet verven. Die hebben we al gehad. Heb je wel eens een onderbroek meer dan één dag aangehad? En hoe lang? Ja, op lampartjes, hè. Op lampartjes, ja. Vrijdag doet je een onderbroek aan. Zondag ga je terug thuis naar de lampparty en dan pas ververs je die in een onderbroek. Voilà. Wat is de lompste wat je ooit tegen een meisje of jongen hebt gezegd? Het lompste. Leugens om bestwil. Tegen mijn goede kameraad, Doekie. En daar heb ik nog altijd 100% spijt van. Dat dat zo is gebeurd. Veeg je staand of zittend je billen af? Staand. Dat geef ik ook eerlijk toe. Peuter je wel eens stiekem in je neus? Wie doet dat nu niet? Ik heb knots. Wie doet dat nu eens niet? Awel, nu wil ik eens de boemerang eens terugsturen naar jou toe, Kim Knots. Peutert jij wel eens stiekem in je neus? En hoe veegt jij je billetjes ook eens af? Staand of zittend? Dit wil ik wel eens weten van jou hoor, Kip Knots. Mag dat toch ook eens wel eens vragen aan mijn kijkers toe? Vind ik toch. Vind ik toch. Dan hebben we Robin Verju. Dat is nog een redelijke lange lijst die ik nog moet afgaan.
Dimitri, zou je ons wat meer kunnen vertellen over je achtergrond en waar je geboren bent? Ik ben geboren in Hasselt, in een moedertjestehuis, dat nu jammer genoeg een school is geworden. Mijn eerste woonplaats was, toen ik ook pas geboren was, was in Steenvoort. Toen zijn mijn ouders verhuisd naar hier naar Alken toe, naar deze prachtige gemeente, Alken. Dan wel in een sociale woning. Toen hebben mijn ouders verder zitten te sparen voor een gewone woning. Dat is hun dan ook nog gelukt. En dat is dus, was dus, wacht, de eerste, tweede. Dat is binnen tijdens de pitstop, dus waar ik heb gewoond. Dan van mijn ouders, jij eindelijk uit het huis. Ben ik gaan wonen in Nieuw-Sint-Truiden. Van Nieuw-Sint-Truiden naar Gingelom. Van Gingelom terug naar mijn ouders. Van mijn ouders terug naar, dan naar hier toe, waar ik nu ben. Dus ik heb al op verschillende plaatsen ook al gewoond. Ik zal het zo al zeggen. Ja, ik heb ook een hele slechte gewoonte. Ik rook. Ik probeer daar ook mee te verminderen en dan uiteindelijk mee te stoppen. Ja, voilà. Hoe ben je op de naam Peter Maatwijkers gekomen? Ah, wel. Daarvoor had ik al mijn dingen al klaargelegd. Kijk, voilà. Ik weet niet of het goed op beeld is. Ik ga daar even bij kijken. Voilà. Daar staat het op. Peter Maatwerkers. Maar ja. Daarbij ben ik daarop gekomen. Kun je ons meer vertellen over je YouTube-kanaal Psycho TV en hoe lang je het al hebt? Ik heb het al redelijk lang. Jullie kunnen dat toch ook zien van wanneer dat ik daarbij gestart, dacht ik. Dus daarvoor moet je naar www.youtube.com surfen, dan naar mijn kanaal Psycho TV. En dan klik je op over. En dan staat er ergens een datum bij. Lid geworden op 30 juni 2011. 2011, hè? Alleen jammer. Ik weet dus niet. Wie dat eigenlijk doet, dat mijn kanaallocatie zet op. Fuck, nee. Ik moet naar mijn YouTube Studio gaan. YouTube Studio. Dan moet je nog naar instellingen gaan. En iemand die zet het dus altijd continu op fucking al Rusland. Why? Stop daar eens mee, een van mijn admins of anders. Dan kijk eens al de rechten hier, dus zoals BRNT en de DC, toch eens even ook eens in gaan trekken. Want ik upload niet vanuit Rusland, maar wel vanuit België. En nu vind ik dat dus gewoon niet, hè? Waar dat staat van Rusland. Nice is dat gewoon. Nederlands, België, België, België. Staat toch allemaal op België? Dan kanaal. Ah, hier is hè. Dat moet op België staan. Voilà, opslaan. Dus als je dus naar www.youtube.com surft en je klikt dan dus op mijn kanaal, dus daar heb ik het dus gevonden. Dan klik je op over. En dan zit je daar lid geworden op 30 juni 2011. En toen zag ik daar in één keer locatie Rusland. En dat was niet waar, want ik ben geen Rus. Ik ben een volraste Belg. Want ik ben geboren in Hasselt. Voilà. Wat betekent tekende het voor jou om de meerval van 1000 abonnees op je kanaal te bereiken? Ik was er echt heel blij om, super blij om, en daarbij had ik toen ook mijn haar geverfd. Wat ging er door je heen toen je video Stippelijn viraal ging in november 2022? Toen mijn, awel? Eerst was ik daar echt kwaad om. Kwaad om, kwaad om. Die kanaal gebruikte mijn video. 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 Ah! Oké. Okay. Ik was er even boos om. Omdat er niet
achtergevraagd wordt voor: mag ik alsjeblieft ook jouw beelden gebruiken? Daarbij was ik even kwaad. Maar uiteindelijk, ja, was het toch wel leuk is om eens viraal te gaan. Voilà, bij deze. Vertel ons meer over je vrijwilligerswerk als afwasser in het rusthuis. Hoe is deze ervaring voor jou? Dat was een hele leuke ervaring. Ook met een hele leuke kok en al. Ook een leuke team en al. Maar dan vraag je af, waarom zeg je dan gestopt met die vrijwilligerswerk? Dat zal wel uw volgende vraag zijn. Waarom zeg je dan gestopt met het vrijwilligerswerk? Oké. Kun je ons uitleggen waarom je nog geen vast contract hebt gekregen voor je vrijwilligerswerk? Voilà, daar kom ik dan ook op terug. Ik ben begonnen eerst in Filemon en Bouwses. Filemon en Bouwses, dat was ook een rusthuis. En dan in Zuid-Leeuw. En uiteindelijk werd Filemon en Bouwses een asielcentrum. Oké. Wij als dan ook medebewoners van het rusthuis zijn we dan verhuisd naar Ravelijn. Een hele nieuwe complex, rusthuiscomplex. Iedereen trekt er ook goed in gehuisd en al, ik ook. Een hele leuke sfeer om gaan te werken. En ik dacht ook zo van, als ik hier dan contract kon krijgen en al, hoe mooier heb ik het dan. In een nieuwe appartementsblok waar nog niemand heeft ingewoond. Dan mijn wijkplek, waar ik als eerste mag aan beginnen en ook aan die nieuwe machines en al. Wauw. Maar waar ben ik dan gestopt? En in een keer kwam ook de nazorg dan open. Ja, die karren moeten klaar zijn. En dan ook in een keer krantcafé. Ja, die kar moet afgewassen worden tegen bepaalde tijden. Dit, dat. Toen heb ik gezegd van, kijk, sorry mensen. Ik krijg hier niks in de returen. Ik stop hiermee. Ik neem ontslag. En dan heb ik dat ook gedaan. Nu gebruik ik die vrijdag om naar OCMW te gaan. Dat ook samenpunt hier kan aanwezig zijn. Voor dan ook mijn papieren dan ook in orde te houden. Voilà. Wat bracht ertoe om geen alcohol meer te drinken na een slechte ervaring? Ik geef eerlijk toe, ik heb vroeger ooit alcohol gedronken, maar ik ben dan niet verder gegaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, stop ermee. Omwille van ook van een kameraad van mij, die heeft een ongeval gehad met vluchtmisdrijf. En die man die vluchtmisdrijf heeft gepleegd, zat onder invloed van alcohol. Dan, je hebt het gehad over het gebruik van drugs in het verleden. Kun je ons meer vertellen over je ervaring en pogingen om te stoppen? Pogingen om te stoppen, dat is voor altijd voor mij de eerste keer gelukt. Behalve, heel veel mensen weten het, cannabis. Voilà. Cannabis ben ik beginnen te gebruiken, dat is puur de waarheid wat ik vertel. Voor mijn rug. Ik neem het niet voor plezier in. Nee. Voor, lekker high zijn, lekker weg zijn. Nee. Ik gebruik het echt puur voor mijn rug. Want vroeger nam ik Daflegon, een en de andere Daflegon. Maar uiteindelijk werkte dat niet meer. Ben ik naar andere middelen gaan zoeken. Kwam ik ook eens uit op cannabis. Oké. Twee keer gerookt. Damn. Kan wel. Ik kan hier goed terug rondlopen. Oké, wou al in een tragere tempo. Een loom tempo, zeggen ze dan meestal. Maar ik kon wel alles terug doen. Ik had geen pijnen meer in mijn rug en al. Dus voilà. Dan, wat is je relatie met sigaretten en hoe ben je begonnen met roken? Slechte vrienden. Meer is het niet. Zeg, een sigaretje hebben. Ja, dat heb ik dan gezegd. Zo ben ik beginnen te roken. Maar eerst gewoon zo. Niet op mijn longen. Maar eraan getrokken, maar niet in mijn longen. Dan, ja, een tweede verkeerde vriend ontmoet.
Die heeft gezegd van zo moet je roken. Ik was zo ziek als een hond. Ik was echt ziek als een hond. Ik moest overgeven, noem maar op. Maar toch nog blijven doordoen. En dat was de grootste fout. Waardoor dat ik er nu nog altijd aan zit. Oké, dan. Hoe komt de politieke voorkeur naar rechts neigt terwijl je tegen de vluchtelingen bent? Ik ben niet tegen vluchtelingen. Vluchtelingen zijn hier ook altijd welkom. Maar er is een maar. De vluchtelingen moeten dan ook zich wel integreren in ons land. Dat wil zeggen, ons taal leren. En ook zoeken naar een job. En ook hier in België dan ook verblijven. Continu. Continu verblijven. Ze mogen dan nog wel op reis gaan naar dit en naar dat toe. Naar hun eigen vaderland. Maar hier, als ze hier willen vluchten, moeten ze dan hier ook blijven wonen. Tot een einde, vind ik. En ja. Hoe is de relatie met Bea begonnen? En hoe heeft het zich ontwikkeld? De relatie tussen mij en Bea in die tijden waren heel goed. Waren echt heel goed. Hoe is de relatie begonnen? Dat is op de kermis in Hasselt. Daar hebben we elkaar leren kennen. En van het ene kwam het ander. Voilà. Kun je ons meer vertellen over je vorige relaties en waarom ze zijn geëindigd? Daar wil ik het totaal niet over hebben. Echt niet. Waarom niet? Ik wil niet meer terug grabbelen in echt diep in het verleden. Nee, dat wil ik niet. Op welke leeftijd ben je op maart en wat herinner je je nog van die ervaring? Waarom? Kom er ook open en eerlijk voor uit, 23 jaar. Ja, ik heb het redelijk laat pas gedaan. En dan met een meisje die ook nog maagd was. Voilà, ik noem geen namen. En dat was ook heel leuk. Het was ook heel leuk voor mij de eerste ervaring en voor haar de eerste ervaring. Dus zo wel een klein beetje wat terughouden van wat gaan we, hoe gaan we ons voelen? Gaat het leuk zijn, ja of nee? Je hebt gezegd dat je meer dan 11 bedpartners hebt gehad. Kun je hier meer over delen? Nee. Heb ik er meer dan 11 gehad? Ik denk het wel. Heb je verschillende pretpark bezocht. Welke pretpark vond je het leukst en waarom? Wel, dan moeten we het kanaal over. Dus de zee over. Alton Towers. Alton Towers vind ik echt een knap pretpark. Ook met die dal daarin van een paisje, echt in een pretpark. De attracties zijn goed verspreid over het landschap. Dan de tweede plaats, jawel, Europa Park. Die, wat vind ik daar ook zo mooi aan? Zoals Silver Star en een goede achtbaan. De Blue Fire. De thema's zijn daar ook heel mooi gedecoreerd en al. En heel mooi. Ja, stralen ze ook het uit. Van, kijk, je zit nu in Dierland. Dat is er heel mooi ook nagemaakt. Kun je ons vertellen waarom je bent ontslagen bij Bobby Jelland en waarom je de rode werktrui niet hebt teruggebracht? Wel, ik was niet ontslagen bij Bobby Jelland, maar ze konden niet op mij rekenen. Dat was het grootste probleem. Ik had toen in die tijden geen wagen. Dus ik moest echt alles met openbaar vervoer doen. Zo was ik 's morgens vroeg al 4 uren al onderweg. Echt waar, 4 uren. Dus van Hakkenveld bushalte. Dus ja, van Hakkenveld, dus mijn ouders zijn naar de bushalte Hakkenveld. Dan van Hakkenveld naar Sint-Lambrechtsrijk daar weer al overstappen. Van Sint-Lambrechtsrijk overstappen in Hasselt. Dan van Hasselt overstappen in Geel. In Geel overstappen in Herentals. En Herentals nog eens een keer overstappen voor naar Bobbejaanland te gaan. Voilà, daar is mijn busrit van 's morgens vroeg. Dan. Ik heb dus ook eens ene keer ja, iets moeten zeggen van, ja kijk, sorry, ik kan niet langer blijven. Er was een bedrijfsfeest. Ik bediende op dat moment de reuzenrad, de mini-reuzenradje.
De hangende carousel en dat treintje dat heel van achter in Kinderland staat, of in het begin van Kinderland staat. Dus hangt eraf van hoe je binnen gaat in Kinderland. Ja, ik moet wel doorgaan nu, want als ik nu niet doorgaat, kan ik hier ergens op straat gaan slapen. Want dan heb ik geen vervoer meer naar huis toe. En vervoer naar huis toe duurt ook al rap 3 kwartiers. Dus ik heb alles op een tier tijd opgegeven van vrije tijd. Moest je denken. Ah ja, je werkt van 8 tot à 10 uur per dag in je pretpark. 4 uur onderweg morgens. Pak dat je 8 uur hebt. Zit je al aan 12 uur. En dan nog een keer pak een uur voor terug naar huis te gaan. Zit je aan 13 uur voor gewoon voor gaan te werken. Dan moet je nog eten thuis. Dan moet je nog slapen thuis. Wanneer heb je dan nog vrije tijd? Niet. Ik heb alles opgegeven. Wat zijn enkele van je favoriete tv-shows? En waarom? Familie, dat is al sowieso wel één. Dat ik dat al levenslang al aan het volgen ben. Dankzij door mijn opa. En ik blijf het volgen voor jou ook, opa. En ja. Ik heb ook in talrijke tv-shows ook gefigureerd. Welke activiteiten vind je het leukst om in je vrije tijd te doen? Wandelen, zwemmen, pretparkje gaan, gaming-evenementen gaan. Denk maar aan Dreamhack die binnenkort zit aan te komen. Wat hoop je te bereiken met Psycho TV en waarom? Om leuke content te kunnen maken. Om jullie nog naar leukere dingen mee te kunnen nemen. Maar dan moet ik ook wel durven te zeggen tegen Bewel van stop. Ik stop niet met werken. Ik ga mij volledig op de mind gooien van YouTube. Dat ik mooie content kan maken. Het probleem is, deze heeft autisme. En heeft daar schrik voor dat te doen. Ik heb nu ergens een vaste inkomsten, die altijd mooi gelijk blijft. Maar met YouTube is dat... Voilà. Je weet nooit exact wat je het einde van de maand gaat ontvangen. Dat weet je niet. Dat weet je totaal niet. Daarom. Kun je ons een paar onderwerpen noemen die je behandelt in je dagelijkse vlogs op Psycho TV? Ik probeer nu zo goed mogelijk ook mijn dagelijkse leven aan jullie te verkondigen, te vertonen, noem maar op. Hoeveel seizoenen van Psycho TV zijn er tot nu toe? En wat was het hoogtepunt van elke seizoen? Ik wist niet dat we met seizoenen werken. Met Psycho TV, dat wist ik totaal niet. Kun je ons vertellen over de personages die regelmatig in je vlogs verschijnen? Chris... Chris is een hele leuke meisje, waar ik heel goed mee kan opschieten. Ze helpt mij ook verder in het leven en al. We doen ook heel veel dingen. Ook samen zo gelijk gaan wandelen, samen eens gaan zwemmen of zo. Dat is allemaal leuk. Ze laat mij ook stukken van Ardennen zien. Dat ik dan in één keer... Plotseling in een keer volledig stil ben. Dan hebben we nog Evelien. Evelientje. Mijn beertje. Wel, dat is ook een ex van mij. Dat is een ex van mij. En ik heb daar nog een hele mooie vriendschapband mee. Ik wil ook nog heel veel leuke dingen samen doen. Samen gaan zwemmen bijvoorbeeld. Of eens naar de cinema gaan. Wij zien elkaar... Niet zoveel. Oké, ze woont wel dichtbij mij. We zien ook allemaal niet zoveel. Maar we weten wel dat we vrienden kunnen blijven. En we hebben ook al eens gestaan op rommelmarkten en al. Dus ja, van 's morgens vroeg tot 's avonds. Dus namiddags. Dat is ook al heel leuk. We zijn ook naar carnavalbals geweest. Carnavalstoeten meegedaan. Ik heb haar ook dan eens ook eens geholpen om te kermis. Noem maar op. Het was wel... Echt. Ze is ook iemand die mij ook recht houdt. Die mij ook uit de slaapkamer ook houdt. Als ik mij begin zo wat op te sluiten.
dan is hij er ook wel voor mij. Ook Chris, hoor. Dat zijn de vriendschappen. Dus B.A., alsjeblieft, voel u niet aangesproken van waarom hoor ik mijn naam er niet in. Wij hebben een relatie met elkaar. Dat is nog anders dan vriendschap, vind ik toch. En wat Bea mij ook geeft en al, is ook wel hele mooie momenten. Samen. We kunnen ook wel eens goed lachen samen. Oh, we kunnen ook wel eens de deugenietjes uithangen. Dus ja, ik voel me nog altijd heel goed bij Bea. Ik kan momenteel altijd geen leven denken zonder haar. Voilà. Dan. Wat gebeurt er tijdens Eline AC in seizoen 3? Dat weet ik dus niet. Kun je ons meer vertellen over Bea Wat bedoelen jullie met ARC? Robin, wat bedoelt je met ARC? En wat maakt de Carono ARC in seizoen 5 zo bijzonder? Ik snap niet wat je daarmee bedoelt. Ik wil er wel op ingaan. Met de drie laatste lijntjes moet ik jammer genoeg te antwoorden zoet blijven. Stel dat ik een klein beetje verder in een grotere content plaats, dat ik het ook beter kan begrijpen. Dan kan ik ook daar ook de goede beantwoorden. Dan hebben we de DC. Heb je complimentjes van mij doorgegeven naar Chris? Ze heeft een mooie kont. En dat mag gezegd worden. Ik heb het ook doorgegeven, maar hij zegt van, wat uw volgers zeggen, dat boeit me geen. Voilà. Ja, ze is daar heel eerlijk in. Voilà. Wat ga je doen om jezelf te ontwikkelen en eindelijk volwassenen te worden? Probeer zo lang mogelijk ook aan het wij te blijven, ook bij wel en al. Ik sta nu jammer genoeg wel even op de dop, omwille van economische werkloosheid, weer al. En ja, proberen ook goed na te denken voor content te maken, ook voor jullie en al. En leuk content te maken, ook voor jullie. Zo ben ik ook aan het denken van, wat ga ik morgen maken? Wat ga ik overmorgen maken? En wat ga ik de dag erop maken? Als morgen het weer ook toelaat, ga ik ook eens op mijn eigen tempo een timeslapje maken. Misschien dat ik twee wandelroutes dan ga nemen. Want ik wil dus echt ook eens goed doorwandelen. En goed veel kilometertjes nog eens maken. En dan ook samen met jullie dan er ook weer wat erbij. Dus wandelroutes van om de beide plus minus 10 kilometer. Dus dan zit ik op een dag van 20 kilometer. Voilà. We hebben een admin meet. Waarom komt er nog eens een meeting waar fans ook bij kunnen komen? Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat ze geen live vragen kunnen stellen. Ja, zo één op één moet ook nog eens terugkomen. Ja, dat vind ik wel eens. Ja. Ik kan misschien eens even kijken. Het weer voor. Wacht hè. Het weer voor. Deze week. Dus even kijken. Morgen regen. Woensdag regen. Donderdag regen. Vrijdag regen. Zaterdag bewolkt. Zondag zonnig bewolkt. Oké. Deze vlog komt dus dinsdag online. Wel. Woensdag. Woensdag kan ik dat wel eens doen. Zo'n 1-op-1. Gesprekken, dus park om 7 uur. Hè. Van 7 tot 9. Voilà. De 1-op-1 gesprekken. Voilà. Woensdag van 9, van 7 tot 9. Dus van 19 uur tot 21 uur. En dan hebben jullie donderdag hebben jullie dan nog mijn livestream van 19 uur tot 22 uur. Tot nu toe, er is nog altijd
nergens in tussen gekomen. Dat staat mooi op de planning. En ik probeer dat ook vast te houden. Houd vast te houden. Woensdag ga ik mijn best doen. Dat ik om 7 uur aanwezig ga zijn. En dan de 1-op-1 vragen te beantwoorden. Ik ga hier dan ook wel een voice kanaal aanmaken. Met om de beide 2 slots. Dus dat ik en jou dan een leuk gesprek kunnen hebben bijvoorbeeld. Voilà. Blond, brunet of zwart haar? Ik heb liefst mijn eigen kleur van haar. Zwart. Maar ik weet dat ik grijs haar ga krijgen. Scher je je lichaamshaar af en doe wel eens. Je bedoelt deze haar hier? Nee. Die scheer ik niet. Heb je tips voor ingegroeide neusharen? Nee, daar heb ik totaal geen tips voor. Ik ben geen dokter. Ik zou zeggen, Google het op. Google is jouw friend. Of bel naar jouw eigen huisarts. Die kunnen u ook dan wel bij helpen. Hoeveel uur tot je naar Zweden vertrekt? De DC, denk ik dat ik dat echt hier onthoud van. Ja, er zijn nog zoveel uren, zoveel minuten, zoveel seconden, zoveel dagen. Nee, ik hoor daar niet bij. Als een moment daar is, is een moment daar. Ik probeer dat mij nu niet zenuwachtig op te maken. Dat is iets waar ik al jaren naar uitkijk van Zweden. Ik geef dat ook eerlijk toe. En eindelijk wordt het waar. De Airbnb met sauna dat je gehuurd hebt. Ga je samen met de sauna in met die vreemde? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Ik heb hier juist iets binnengekregen. Van Q. Ik zag een Q Music toch teken. En nu zie ik het dus niet meer staan. Oké, dat is heel raar. Ah, hier. Top 500 van de zero's. Oké. Die zijn precies met de top 500 gestart. Veel succes, Q Music. Ah, daar. Veel succes, Q Music. Sorry dat ik naar Joe FM ben eens geweest, naar een party. Maar binnenkort kijk ik ook wel eens, ook eens naar een party toe van jullie. Waar ook Tom de Kok hoogstwaarschijnlijk aanwezig is. Heb je zin? Nee, ik heb totaal geen zin om naar Zweden te gaan. Nee, TC? Nee, gaat geen maar in mijn plaats. Goed? Top. Maar ik moet wel eigen vervoer regelen, hè. Nee, ik heb er wel zin in. Echt waar. Allee, dat is een droom die voor mij uitkomt, TC. Waarom zal ik dan niet gaan? Met wie rijdt vol scherm mee? Of gaat hij alleen naar het remake met de auto? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dan nog de laatste vraag van hem. Heb je Geert Ruuts nog gezien de afgelopen maanden? Nee. Bij deze is het rond, de Q&A van Discord. Dus ik hoop dat ik het dus nu eens mooier en uitgebreider heb gedaan naar mijn vlog toe. Dan gaan we naar de vlogs toe van op YouTube. Dus ja, die moeten ook eens beantwoord worden, hè. En dan zitten we op vlog 1664 of 1664. Hoe hebben jullie dat graag? Dat ik het in dit zeg 1664 of 1664 met die 1000 erbij. Laat het mij weten hier onderaan in de comments. Dan e-mail. Met welke schoenen wandel je en met welke broek? Als ik ga wandelen, probeer ik altijd met lange broeken te wandelen. Waarom? Om tegen teken te gaan. En dit zijn dus mijn wandelschoenen. Even kijken. Dit zijn mijn wandelschoenen. De merk is XA Pro 3D, bijvoorbeeld Mount Trail. Hier staat ook nog iets in. Oh, Outhold
letten of zoiets. Ik ken het niet. Voilà. Oh. Annuleren. Ik kwam tegen mijn toetsbord aan met een toets. Au. En daar was ik bijna mijn vraag kwijt. En dan weer al e-mail. Natuurlijk ben je met uw wagen, want Chrisje gaat nooit niet zelf rijden. Dan moeten ze betalen voor de naft. Ze komt met haar eigen wagen al van Antwerpen naar mijn thuis toe. En dan van mijn thuis toe terug naar Antwerpen toe. Dus dan vind ik wel logisch dat ik hier in Limburg dan wel voor Ogarum, die wandelroute is Ogarum, maar was het in Kortesem. 10 kilometer van hier. Echt. Wat een kut edit. Dat is jouw mening. Dan doe niet maar sporten. Goed bezig. Doe je ook aan stappenteller app. Ja, natuurlijk. Ik ben nu momenteel ook een challenge bezig. Ik heb ook zelfs een groep. Dat staat, geloof ik, ook zelfs in de comments. Of niet? Ja, Pacer. Voilà, Pacer. Dat staat toch in een groep. Dat is ook de stappenteller. En daar kun je mij dan ook op volgen. Dus ik ga eens even Pacer bijhalen. Ziet je Pacer? Dus, en dan ga je hier zien, Valessa, mijn stappenteller. En dan zie je daar een hele grote lijn. Dan zeg je van, wat is die lijn? Ah, dat is door mijn GoPro. Oké. Dus wat is die lijn? Dat is in totaal, als jullie het nu goed zien, 16.368 stappen heb ik op die dag gezet. Toch wel goed. Heel goed. En credit, Chrisje kontje in beweging, maatjes. Ja, het heeft dat dus twee keer gepost. Dit waren de vragen van vlog 1664. Dan gaan we door naar de vorige Q&A. Daar zijn 10 vragen opgekomen. Eddie B. Bedankt voor de eerlijke antwoorden. Iedereen heeft beperkingen. Trek het je niet aan. Groetjes uit Bocholt. Ik heb mijn beperkingen. Dat klopt. Oh, ik heb mijn beperkingen. Dat klopt. Ik vind ook dat mijn kijkers daar ook een klein beetje rekening mee moeten houden. En ja, en niet zo ook zo van die moeilijke vragen moeten stellen naar mij. Van dit, dat. Ja. Ja, dat zijn mijn beperkingen. Dus ook moeilijke vragen te verstaan van wat bedoelen ze hiermee. Dan kom ik op Sepp. Alle vragen van Kipnons Nigeria integraal. Integraag. Nee. Dat is omwille van, ze moeten ook geen moeilijke vragen stellen. Als ik er geen antwoord op weet te vinden, of ik vind het van, dat is een wetenschappelijke vraag, dan duw ik het door en zeg ik het ook van, nee, hier ken ik niks vanaf, vraag het aan de wetenschappers. Die zullen daar wel dan een antwoord op hebben, maar ik niet. Ik zal er geen antwoord op hebben. Wel van, ik heb ook maar in een buitengewoon onderwijs, ik kom daarvoor uit, ik heb in een buitengewoon onderwijs gezeten voor mijn taal, Nederlands, en ook voor mijn tempo, en ook voor motoriek. Motoriek was ik ook heel slecht in al. Ik kom daar nu ook voor uit. En wat ik het ook zo wat moeilijk vind van, ik heb structuur nodig. En als er iets dan verandert in mijn structuur, hoe ik het heb gepland, dan kan ik ook pissed off worden. Kan ik boos worden. En dan duw ik ook heel veel mensen ook van mij weg. En dat wil ik ook niet. Ik wil een leuke leven hebben. Niet waar andere mensen bepalen van, kijk, je moet dat nu doen. 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 Ik noem geen namen. Ik noem echt geen namen. Maar dan kan ik mij wel beginnen op te jagen.
En dan komt er ook niks meer van. Dan ben ik ook mijn eigen meer, dan begin ik ook te kicken, te bannen, noem maar op, timeouts uit te geven. Dus respecteer hoe ik ben. Ik ga niet meer veranderen. Voor niemand niet. Echt niet. Voilà. Dankjewel, Eddie. Voor ook jouw mooie tekstje. Bedankt voor de eerlijke antwoorden. Iedereen heeft beperkingen. Trek het je niet aan. Groetjes uit Bocholt. Ik ga je één ding zeggen. Wel, dat raakt me. Zo, mijn camera was even heet geworden. Dus ik heb die even laten afkoelen. Dus ja, dus dat van Eddie heeft me echt geraakt. Echt waar. Dan BA11111. Duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Awel. Voor Eddie heb ik een hartje gegeven. En voor BA ga ik ook een duimpje omhoog doen. Omwille van, ja, duimpjes omhoog. Oké, zal ik ook een duimpje teruggeven. Hè? Je verandert, ik weet het niet, naar I don't know. Dat betekent hetzelfde als je het nog niet wist. Ik heb een hele uitleg er juist gedaan, Alivator. Voilà. Integrale stomme Q&A. Jij negeert al onze vragen. Ja en nee. Dus ik ga het nog een keer eens zeggen, gewoon ook tegen jullie. Van, als jullie hele moeilijke vragen stellen aan mij, wat ik totaal integraal niks van afken, dat dat van wetenschap is, van dit of dat, kan ik ook geen antwoord op geven. En dan negeer ik ook jullie vragen. Ik ga mij niet veranderen naar een professor. Dat gaat gewoon niet. Omdat van, die antwoorden zal altijd bij mij een ongeacht blijven. Ongeacht. Voilà. Dan Romeo. Romeo Pietrojan, maar jij mag QG zeggen. Oké, QG. Gucci. Messicus. Romeo Pietrojan. Oké, dan hebben we nog Top G Ruben. Dimi, jij eens een midfade halen bij de kapper. Wat is een midfade? Ziet, zo gelijk, dat is ook opnieuw zoiets heel moeilijks. Wat is een midfade? Ah, dat hier. Ja, dat hier van onder kaal is. Nee. Nee. Nee, dat wil ik niet. Nee, zoiets wil ik niet. Punt. Nee, yeah. Dat is niks voor mij. Dan boterhamvlogs. Weet jij zelfs dat Extreme Right zijn kinderen in gevaar brengt en soms constructies bouwt waarbij zijn kinderen 100% in gevaar zijn? Dus niet het beste voorbeeld, maat. Oké, Ruben. Maar maakt wel goede content. Ook in zwembaden en al. Er zullen nog wel kanalen zijn die in zwembaden filmt. Zo gelijk Acid, Mr. Knol. Voilà. Is toch een normale fraasje. 9:24. Dan moet ik eens te goed eens beluisteren. Wat de vraag juist is. Ah. Sorry, maar daar ga ik niet meer op in. Maatinfrastructuur. Ah, dat van over mijn mama. Dus de 9.24 is toch normale vraagjes? Nee, dat zijn geen normale vraagjes. Jij doet aan discriminatie. En discriminatie kan aangepakt worden, hè, Emiel? Pas op daarmee. En dan maatinfrastructuur.
Mijn mama heeft infrastructuur nodig, ook zo gelijk ik. Daar heb ik afgestampt van mijn mama dat ik infrastructuur nodig heb in mijn leven. Voilà. Dan vlog 1666, twee reacties. Het geluid is zo stil, sorry. Dan Ak Roma, triestige plant. Oké dan, wat hij daarmee bedoelt, ik weet het niet. Dan zitten we aan vlog 1667. Nul reacties opgekomen. Oei, oei, oei. Staat hij wel openbaar dan? Eens even bekijken. Video bewerken. Openbaar, ja. Oké. Ik weet niet wat er juist scheelde. Oké. Dan hebben we vlog 1668. Daar zijn zes reacties op gekomen van Benny. Meneertje moet ook gaan een werken en dan zo klagen. Gaat eens integraal bij de echte mensen in de bouw eens werken. Dan zul je integraal echt moe zijn. Benny, wij doen ook heel zwaar werk. Als je daar telkens een keer zo wat kritiek op wilt plaatsen, dat is jouw mening. Maar ik ga daar niet meer op in. Sorry, ik ga me niet laten doen door jou hoor, zielig ventje. Sorry, ik noem u een zielig ventje. Dan hij opnieuw. Hey Timmy, sinds wanneer heb je integraal een auto vanuit Engeland? Je moet bij deze toch wel eens goede chauffeur zijn om zo wagens rond te rijden. Knap van jou. Ah ja, mijn beeld is daar niet omgedraaid. Ha 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 ha. Als je met je GSM filmt, dat is echt integraal al gebleken, die filmt u altijd in spiegelbeeld. Dan moet je dat eigenlijk in uw editprogramma, hij heeft het wel opgebreid, in uw editprogramma die beelden juf omdraaien. Jij kunt goed acteren, maat. Oké. Ah. Als ik goed kan acteren, ah wel, dan mocht je ook mijn wijk eens komen doen in Bewel. Kijken als je dan anders gaat lachen en anders gaat reageren. Ik zal het zo zeggen. Je ziet, ik ben van mij af nu. Dan boef. Loser, leugenaar, heeft weer al gelogen en een uur en een half livestream gehouden op een niet afgesproken uur. Verwijdert uw loserkanaal AIB. En de loser die dat zegt, dus die dat zegt van kijk, jij, dat ik een loser ben, is zelf een loser. Is zelf een loser. Ik heb eens die dag later moeten puzzelen. Moeten puzzelen, puzzelen, puzzelen in uren. Om 7 uur moest mijn boerderijke op de brug staan. Moest gewoon. Maar, ja, er is een maar. Eens even kijken hoe lang dat die moet met 4K doen. 5 uur nog. Oh my fucking god. Oké. Oké, dat is wel lang, hè? Even in, ja. Dus ja. Ik heb moeten puzzelen, puzzelen, puzzelen. Wat hebben ze nu gedaan aan mijn auto? Bij mijn auto moet nu, dus de 23e niet, maar de 30e moet die opnieuw binnen. Dan wordt ook mijn radiator vooraan ook vervangen, want die is ook versleten qua slijtage. Niet dat ik dat kapot gereden of zo, maar puur door de slijtage. Mijn rem van achter is ook puur door de slijtage en moet ook vervangen worden.
En die garagist had jammer genoeg op mijn afgesproken tijd, ja, ik weet het, hadden we in een keer tijd om naar mijn auto te kijken. Naar die remschijf. Voilà. Dan opnieuw, boef. Als gij zo geeuwt met uw vieze klep open, is dit of blurt dat AUB weg? Ben aan het eten en wil mijn eetlust niet meer in het vervolg verliezen. Ja, dat is jouw mening. Dan zitten we aan vlog 1669. First last, mooie, dankjewel, een hartje. Best dupe, nice, dankjewel. Goede vlog, dankjewel, Favo, Pavor. Boef sidepins, oei oei oei, daar gaan we weer. Boef sidepins. Vraag me af waarom je weer al met uw brol GSM film in plaats van de GoPro. Ik ben nu met de GoPro aan het filmen. Slechte brolkwaliteit voor Loser TV. Als jij denkt dat Psycho TV Loser TV is, dat is jouw eigen mening, boer Cytopins. En als je. Waarom kijk je dan nog? Waarom kijk je dan nog eigenlijk dan naar mij toe? Als je mij toch een Loser TV noemt. Voilà. En dan de volgende comment. De volgende comment. Ga ik ook terugkaatsen naar u toe, hoor, boef. Een dikke loser. En een dikke loser, dat zit jij zelf, boef Zuiderpins. Wie dat post, is zelf de loser. 1 uur livestream. Waarom geen livestream toen je terugkwam van uw kapotgereden boeleke te repareren? Ah nee, te druk om met vette Chris en Cindy Uno te spelen. Chris is niet. En dat is altijd een heel leuk avondje dat we dan ook hebben. En dat mogen we ons ook niet afpakken. Echt niet. Echt, echt, echt niet. En die laatste zin, dat ga ik gewoon niet voorlezen. Buttermeal. Weer leugens. Doet je goed, kan autorijden en altijd in je spiegels kijkt. Je ramen zijn helemaal aan. Gewasemd, dus je kan er niet doorkijken. Leugens alweer integraal teleurstelling. Oeh. Hè? Nee, ik kan. Ik kan. Ik kan. Hoe moet ik het zeggen? Ik zit even te zoeken naar mijn woorden. Ja. Ik ben niet een 100% een goede chauffeur. Dat geef ik ook eerlijk toe. Ik ben niet een 100% goede chauffeur. Daar was ik dus een klein beetje aan het zoeken. Marco Borsato is pedofiel, maatje. Zoek maar eens op. Dan zijn ze nog aan het onderzoeken. Boterham Vlogs. Dan zijn ze nog altijd aan het onderzoeken. Dat laat ik in het midden. E-mail. Hoe maak ik chocomelk? Explained for retards and made be retards. Oké. Dat is jouw mening. En is ook het heel goed in het Engels gezegd? Laat het hier onderaan in de comments weten. E-mail pro viewpod opnieuw. Hoezo wil je dat niet? Dan kan je weer 10 dagen thuisblijven en niet werken. Ik wil echt blijven aan bod blijven. Werken, 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 werken. Hoppa, werken. Dan HMBZ. Sluit af met een duimpje. Dankjewel. Wel mensen, ik hoop dat jullie integraal leuke antwoorden hebben gekregen van mij. Stel ze ook gerust nog altijd op Discord. Daar staat een kanaal open van 30 oktober 2023. Dat is een soort forum. En je kunt daar ook altijd terugkijken ook naar de andere Q&A's. Even eens. Er gaan toch geen top, er worden toch ook wel geen topics verwijderd. Hè? Eens even kijken. Bergen, ja, dat is goed. Leed is nee.
Even kijken. Okay. Ja, je kunt dus blijkbaar niet alle Q&A's terugzien. Nee. Oké, dat vind ik wel een klein beetje jammer. Dan moet je dat een klein beetje... Ik hoor er weer al wat geluiden buiten, maar maakt niet uit. Oké. Escape. Oké. Ja, zijn er nog iets anders? Nee. Dus wilt jij echt ook gezellig, rustig meeschatten met de andere fans? Houd ook alsjeblieft deftig ook op mijn Discord-server. Daar zijn de admins Exo, BRNT en Cryptid en Juicy HD momenteel de admin en de DC. Dus die houden een klein beetje alles in de gaten. Houden ook zo. En als bijvoorbeeld ook Ruby, Shift, Happens of Shifty en Dookie ook nog willen terugkomen, die zijn nog altijd welkom, die drie admins. Dan is jullie volledige adminrechten ook nog altijd terug welkom ook op mijn gameserver, zeg ik nu. Op mijn Discord-server. Ik heb geen gameserver. Nee, ik heb totaal eigenlijk geen eigen gameserver. Nee. Voilà, ça. Ik ga hier vandaag al deze vlog ook al beëindigen. De nieuwe topic is al aangemaakt op mijn Discord-server van 30 oktober. Dus van 23 oktober tot 30 oktober kun je dan in die topic reageren. Dat is eigenlijk zo de bedoeling. Dat daar dan ook weer redelijk wat vragen binnenkomen. Dus heb je Discord of heb je nog Discord niet? Download het even Discord en join mijn server. De link staat hier in de beschrijving of ga naar www.psychotv.be. Voilà. Nu ga ik de vlog niet spectaculair groot maken, zoals die van gisteren van Wandelen en Joe FM. Voilà, dan weten jullie dat. Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je dat te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot de volgende allemaal. Yo.